Esa de Haan, een nieuw boek geschreven, Zoeken naar Slory. En reis door verrassend Suriname, Mi Condre Tru Mi Lobbyu. Waar gaat die boek over, zeg maar? Ja, Surinaams is beter dan het mijne. Het gaat over een lange zoektocht door heel Suriname. Dus letterlijk vanaf Paramaribo tot aan British Guyana, weer terug naar Paramaribo, uiteindelijk de binnenlanden in. En overal zoek ik de Creoolse dichter Slory. Een levende legende, een man die volgens iedereen elke dag op de markt in een versleten onderhemd zijn handgeschreven gedicht aan de man En op de waterkant, in Paramaribo, ja. En waar iedereen hem kent en iedereen hem ziet, wordt het voor mij een soort schim. Want iedere keer als ik bij de ware tijd de krant van Suriname kom, ja, hij heeft net zijn krant opgehaald, of hij is deze keer niet gekomen. Ik heb soms uren daar gezeten. En ik praat met iedereen over Slory. Overal waar ik kom, hoeren, marktmeiden, taxichauffeurs, iedereen zegt ik, vertel jouw verhaal over Slory. En is hij een legendarische figuur? Hij is een legendarische figuur. Hij heeft laten zien dat je in het Suriname wereldliteratuur kunt schrijven. De mooiste gedichten ooit. Staan die gedichten ook in het boek? Ik heb veel gedichten van hem gesigneerd, geciteerd. Zowel in eigen taal als in vertaling natuurlijk, want het is voor de Nederlandse lezer. En ik kom erachter dat Slory is Suriname. Hij heeft alles opgeschreven wat je over het land kan zeggen. En het boek is dus uiteindelijk een ode aan het prachtige land en aan deze geweldige dichter geworden. Heb je hem nog gevonden? Ik heb hem gevonden 1 dag voordat ik weer terug naar Nederland ging. Toen heb ik letterlijk vanaf 10:00 tot 's avonds laat met hem doorgepraat. Gegeten, gedronken, gelachen en hij heeft zijn hele leven verteld. Al zijn woede over racisme, over zijn totaal mislukte carrière in zijn ogen dan. En het is een mooi maar ontluisterend portret van hem en van Suriname. Kun je tot slot van deze reportage 1 gedicht van hem doen? Ik zou zeggen, zet dat ding, jongen. Ik heb mijn leesbril op. Moet ik hem anders zetten? Glorie van de dag, 2 zwarte ogen en donkere haren. Negervrouw, wat heeft jou gebracht in deze warme straten van de stad? Ere aan de zon, aan je dijen. Ik zal je schrijven van je tenen af tot je enkels en ver langs je dijen. Van je hielen af, langs je kuiten tot voorbij je knieholte. Als een vogeltje zal ik duikelen in het lied van je lichaam. Slory. Beste kijkers, Slory, het is maar dat u dat ding weet. En Esther Daan heeft dat ding gezet in die boek. Laat die boek nog even zien. Zoeken naar Slory.